Bert, even uit de hectiek na de loting. Wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk zitten we nog een beetje in de hectiek, hè. Ik bedoel, je wordt van hot naar her gesleept. Alle landen willen je voor de camera slepen en overal moet je een reactie en overal moet je hetzelfde zeggen. Maar wat bij mij overheerst is vervelend voor de supporters. Dat we niet in Polen die poolwedstrijden spelen. Voor ons maakt dat niet zoveel uit. En ik krijg gaandeweg al die toestanden hier eigenlijk al meer energie. Want het is de zwaarste pool. Maar dat, wat ik al zei volgens mij tegen jou, dat maakt de uitdaging ook des te groter. En ik hoef de spelers ook niet te motiveren. En we spelen de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Dat hebben we ook op het WK gedaan. En het is ongelooflijk belangrijk dat je die eerste wedstrijd wint. En niks met onderschat of zo. Want die Denen die hebben die pool met Portugal, zijn ze ook als eerste geëindigd. En we kennen elkaar heel erg goed. Maar het is zo belangrijk dat je die eerste wedstrijd wint. En dan kan je afwachten wat Duitsland tegen Portugal doet. Hoe gaat jouw voorbereiding er nu verder uitzien? Ik kan me zo'n wedstrijd voorstellen in München, die nu niet doorgaat. Ja, maar goed, weet je, wat ik niet kan veranderen, ik wacht wel af. Je gaat toch niet tegen Bayern München voetballen als je tegen Duitsland zelf dan moet gaan spelen? Nou ja, als er contracten zijn gemaakt, dan kan ik wel zeggen, we gaan niet spelen, maar... Kijk, je moet er ook niet voor weglopen, maar je moet ook op de reactie van die Duitsers wachten. Voor beide landen niet handig. Nee, ja, ik denk dat zij de eerste stap moeten zetten dan. En nu de komende weken, de komende maanden, voorbereiden, bezig zijn, video's kijken? Ja, de scouts die hebben ook gekeken, dus die beginnen nu ook met de voorbereiding en alle informatie verzamelen. Ik bedoel, daar ontbreekt het bij ons niet aan. Maar het zit ook in je hoofd nou, en ook bij die spelers. En dus nogmaals, het is zwaar, maar het heeft ook zijn voordelen. Je was net aan de telefoon. Was dat met andere journalisten of heb je al een speler gesproken? Nee, dat was geen speler. Nee. Dat was een collega van je. Dat was nogal langdurig. Was dat langdurig? Nee, maar goed. Wat, heb je andere dingen gezegd? Eredivisie Live was dat. Oh, prima. Dus? Nee. Heel goed, dankjewel. Succes. Oké.